What up, peeps? Influenza, de sneaker leaker. Een hele goede morgen, natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer deze filmpje aan het checken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe weekly wind-up waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. Want er zijn bepaalde glow sneakers die ik ga aankaarten die in de komende weken uit gaan komen. Deze week begint het al with the glow in the dark bonanza. Ik ben een hele grote glow-in-the-dark fan. Ik heb helaas niet alle glow-in-the-dark sneakers, but I got a couple. Let's get right into it. De weekly wind-up van week 42, als het goed is. 42, 42, 42. Let's gizzy. We hebben een Air Force One Experimental die dus deze week uitkomt. En jullie weten het al, deze Air Force One Experimental glows in the dark. Anders zou ik het dus nu niet aankaarten. We hebben al eerder Air Force One Experimentals gehad, maar ik heb ze dus niet aangekaart bij mijn weeklies. Omdat ik vond ze niet zo interessant om heel eerlijk te zijn. Maar bij deze ga ik het wel aankaarten, because again, this one glows in the dark. En nu komen ze dus met de Air Force One Experimental Halloween version. En hoe jullie het op de afbeelding zien, jullie zien al, de midsole en de outsole is een volledige glow. Een milky wit accent op dus de midsole en outsole. En dan het aparte van deze Air Force One Experimental is natuurlijk de upper. De upper heeft die verschillende Halloween eyes die je dus allemaal op de upper van de sneaker ziet. En dan net daaronder heb je dus wat ik denk dat die foam of dat soort van plastic is. That actually glows, waardoor de hele upper van de sneaker just glows in the dark. Maar je hebt dus ook nog oranje accenten erop. Pull tab aan de achterkant in het oranje. En net onder die pull tab heb je dus de Nike Air logo branding op de Air Force upside down. Waardoor je bijna het effect krijgt van dus de Jordan 4 en de Jordan 5. Die dus de upside down Air Jordans hebben achter de tong. Maar nu is het op de heel tab van de sneaker heb je een upside down Nike Air. Ik moet wel zeggen hoe ik die sneaker op de afbeelding zie. Omdat het glowt, vind ik hem wel best dope. Maar als ik die sneaker niet in een glow versie zie, dus gewoon op een algemeen en een everyday without the glow erbij, dan zou ik denken van, I don't know. It's een beetje ver met de experiment, met de glossiness en de foam en de soort van seal tight effect. But once the sneaker glows, dat is wanneer het helemaal verandert dat ik denk van, jawel man, het zou wel dope zijn als je gewoon nog een knopje kon hebben dat glow on en glow off. Screw die glow off, have it on all the time. Dat zou helemaal erg zijn. Maar ja, dan heb je het niet meer over glow. Dan moet je lichtjes erin gaan zetten en zo. Dus ik snap het. De glow van de sneaker is dope. Ik moet wel zeggen dat de upper op de afbeelding, it doesn't look like it glows as vibrant as you would want it to. Maar ik neem aan, de sole van de sneaker glows like no other, want als ik de Air Force One Skeleton moet checken, die sole glowt ook wel lekker hoor. Moet ik wel eerlijk zeggen. Dus I think I don't have to worry too much about the glow bij de midsole. Alleen die glow op de upper, die kan nog wel een beetje aan de doffe kant zijn. If I have the sneaker in hand, dan kan ik het jullie heel duidelijk zeggen van ja, die glow is aan of die glow is een beetje meh. Ik moet wel zeggen dat deze sneaker, deze Air Force One Experimental, het heeft wel wat. I don't know gelijk of ik zou zeggen van this is a must grab. Die glow effect is dope en die oogjes erop en het feit dat dit voor Halloween. Ja wel man, Air Force One Experimental. Ik ben wel benieuwd wat het gaat doen. En let me know in the comment sections. Want ik moet ook nog eerlijk zeggen, I'm not the greatest Air Force fan. Tenminste Nike, you guys are getting me with the glow man. Want ik heb het al eens eerder gezegd. Put glow on pretty much any Nike sneaker en ik ben daar. Al is het om te checken, to make sure that I'm not missing out on something great gewoon. Want glow man, we hebben het over glow people, glow!
Van de Air Force One Experimental gaan we verder met de Dunk Low Halloween, die dus ook deze week uit moet komen. Ik heb genoeg dunks aangekaart bij dus de weeklies in de afgelopen tijd. Ik heb al vaak genoeg gezegd dat de dunks are starting to get saturated. Too many dunks coming out at one time. En over the last year and a half zijn er echt wel veel dunks uitgekomen. Waardoor ik bijna wil zeggen van om weer een dunk aan te kaarten. Ik kaart bijna elke week kaart ik weer dunkjes aan. Ah, er moet er wel iets zijn met deze dunk. Maar gelukkig is er ook wat met deze dunk, want this dunk also glows in the dark. I told you guys, we have the glow in the dark festivities going hardcore now. Het is dus de outsole die dus glowt en de midsole is dus half met de glow. En dan gaat het verder naar een sail colorway. De upper van de sneaker is zwart-wit met oranje. Dus dat zijn echt wel Halloween kleuren. En ik wil bijna ook zeggen, dat zijn gewoon shattered backboard kleuren die we op deze Dunk Low krijgen. So, why couldn't they call it the Dunk Low Halloween Shattered Backboard Special? Maar, oké. Okay. Ik ben weer een beetje te enthousiast bezig met dus de Halloween en de glows in the dark. Deze Dunk Low Halloween, de zwarte overlays van de sneaker hebben dus ook nog de Halloween oogjes erop. En de zwarte overlay van de sneaker is ook nog een tumble leather. Dus je krijgt ook nog een element van premium bij deze Dunk Low. En dat vind ik ook dope dat er dus nu een Dunk Low, dus geen SB Dunk, maar een Dunk Low toch wel met premium materialen erop. Want veel van die Dunk Lows die we de laatste tijd hebben zitten aankaarten is alleen maar wit met een kleurtje. It's the basic, not bad leather, maar basic leather die je dus gewoon op de Dunk Lows krijgt. En nu krijgen we weer tumble leather. En bij deze op de upper zijn het letterlijk de Halloween oogjes op de black tumble leather. Those glow en de soul die glow. En wat ik dus net ook heb gezegd is, ik vind het jammer dat ze niet deze Dunk Low als een shattered backboard versie hebben kunnen aankoppelen, zeg maar. I mean, what did I say it was? The Dunk Low Halloween Shattered Backboard Special is what I would call this one. Want, jawel man, niet te veel oranje erop, zwart-wit nog erbij. I mean, you cannot go wrong with these colors. En dan nog de glow erbij! De glow erbij! Jawel man, if I would have to choose between the experimental and deze Dunk Low, Dunk Low Halloween Shattered Backboard Special, let's go! Van de Dunk Low Halloween gaan we verder met een Yeezy 350 die dus deze week ook uit moet komen. En het is geen glow in the dark Yeezy, dus het doet niet mee met de glow in the dark festivities dat ik al heb aangekaart. En het is ook geen holiday sneaker, dus het is niet een special October sneaker of Halloween sneaker or nothing of that sort. En het heeft gelukkig ook geen earth tones. Dus we krijgen weer een 350 zonder earth tones. Dus jullie zien al, ik ben nu een stuk blijer omdat ik geen earth tones hoef aan te kaarten bij deze Yeezy 350. Er zijn bepaalde public appointed names voor deze sneaker die ik heb meegekregen. Je hebt de Yeezy 350 Confetti die ze het willen noemen. Je hebt de Yeezy 350 Birthday Cake die ze het willen noemen. En je hebt de Yeezy 350 Live in Bedford Stuyvesant, the livest one, representing in a Coogi sweater. Nou, ik denk dat de Coogi Sweater 350 het is het meest toepasselijke naam voor deze. Ik snap die confetti en de birthday cake iteration hè, met al die kleuren erop. Maar de Coogi Sweater, I mean, zou je denken dat if Biggie was still alive, that he'd be wearing 350's? I don't know. Ik denk dat Biggie eerder een Timba en een Nike guy zou zijn. Of hij was sowieso een Timba guy, maar ik denk eerder dat hij een Nike guy zou zijn. Eerder dan een Yeezy fan. But who knows? Hey, imagine Biggie in 350's, man. I mean, rest in peace to the big guy, man. Het zou wel apart zijn, toch? De Yeezy 350 Coogi sweater of de Yeezy 350 birthday cake of de Yeezy 350 confetti. Ja, ik weet niet welke van de drie namen het beste zou zijn. Of tenminste, als het aan mij ligt, I would go for the Coogi sweater. Maar ik snap ook wel dat je het confetti zou noemen of birthday cake. Maar dat jullie zeggen, nee.
Birthday cake? Nyeh. Confetti? Nyeh. Gucci sweater? Nyeh. We have this name for it. Gooi het in de comment section. Ik ben heel benieuwd of jullie andere namen hebben. Of dat jullie zeggen van, ja man, ik heb die namen ook gehoord. Ik vind ook nog die Gucci sweater name, vind ik ook nog de doopste voor de publicly appointed name voor deze Yeezy 350. Maar het is sowieso een vrolijkere Yeezy 350. It's not a glow in the dark, maar it shines in its own right met deze wat blijere kleuren dan die earth tones die we zo vaak hebben op de 350's. Dat wij, of tenminste persoonlijke opinion, ik ben die Earthstones helemaal zat. Maar dus dat, peeps, dat was de Glow Extravaganza voor week 42. Nou weet ik niet of Adidas of Yeezy ook nog met een Halloween special soort van sneaker gaan komen. Het lijkt me sterk dat ze dat niet zouden doen. I mean, they have a couple of glow elementen in hun sneakers ook, dus maybe. Het is niet dat ze echt van de festivities zijn om speciale festivity sneakers uit te brengen. Dus ik heb nog geen Halloween sneaker van Yeezy gezien. Of een Christmas sneaker of dat soort dingen dus. Want Nike is daar herenmeester mee. Hun weten elke feestdag weer een schoen uit te brengen met een speciale feestdag element en zo. I mean, they even take Mother's Day, Father's Day. I mean, het zou me niet verbazen if they take International Animal Day en Dog Day en zo. Dus van Adidas heb ik het hier en daar wel een beetje gezien, maar van Yeezy specifiek niet. Dus ik hoop dat I'm wrong en dat binnen nu en een paar dagen dat ze ook nog gaan aankondigen dat ze met een soort van een Halloween sneaker-achtige iets komen. Of gewoon met een glow. Just come with a glow en dan vind ik het al goed genoeg. Dus dat was dus de weekly wind-up van week 42. En nu gaan we voor de recap van 41-41. 40-41. Let's gizzy. De Yeezy 700 Boost Washed Orange was dus verleden week uitgekomen. En het was de ene die ik had aangekaart. Het was gewoon de Wave Runner met een Washed Orange midsole. Dus we hebben ook nog de Sun versie gehad. En dat was echt een felle oranje. Was ook nog een 700 model. Leek ook best veel op dus de Wave Runner. Buiten die Washed Oranje midsole was het pretty much op een hele paar kleine details na was het echt gewoon een Wave Runner. Ik heb gewoon weer een dikke L gekregen. Ik wou wel die Boost checken op die 700. Want ik heb nog geen 700 met Boost gehad. Ik heb wel de 700 V3. En die hebben dus geen Boost. En wat ik ook in mijn vorige filmpje heb gezegd is dat ik heb het wel vergeleken dus met de 350 Boost. En ik moet eerlijk zeggen, jawel man. De Boost is wel daar. De 350 Boost is soft. Maar dat wil niet zeggen dat de V3 niet comfortable is. De V3 is best wel comfortable. Al zeg ik het zelf met al die Nike's en de Nike Airs dat ik heb, vind ik die V3 best wel comfortable. Dus ik dacht wel van, deze met de washed orange colorway, oké, het is niet precies de Wave Runner, maar it's pretty close. En washed orange was niet echt al te excentrisch. Dus I was like, hey, why not? Prijs, de retailprijs, €240, was wel pittig, maar nog steeds een dikke L voor die sneaker gekregen. Als we gaan kijken naar de resale van de sneaker, want we weten allemaal, de sneaker was €240. De resale van deze sneaker in een size 14 gang, want jullie weten, ik ben er dus achter gekomen dat mijn maatje 13 in dus een Nike sneaker translates as a maatje 14 bij dus Yeezy sneakers. En it took me a couple of Yeezys, buying a couple of Yeezys om dus uit te vinden van, godverdikke me,
Ik koop elke keer maatjes te klein voor mijn Yeezys. Dus nu weet ik, het is een size 14 gang voor de Yeezys. En als we gaan kijken naar de resale in een size 14 gang, gaat die tussen de 240 en de 300 euro. Dus you're not flipping much als je deze sneaker nu gelijk gaat resellen. Als we dat gaan vergelijken met de Wave Runner in een size 14 gang, de Wave Runner die gaat wel voor tussen de 350 en de 400 euro. Dus daar heb je toch wel ietsjes meer een flip. Nou is de vraag, gaat deze Washed Orange de Wave Runner cijfers halen? Ik denk niet dat de Wave Runner, de Washed Orange Wave Runner, naar de 400-500 euro gaat. We moeten blij zijn als we 350 zien. On a high 350, want er zijn a lot of iterations van dus de 700 in de Wave Runner soort van colorway. Dus het wordt moeilijk om te zeggen van ja, deze Washed Orange gaat de 400, 500 of 600 euro halen. Als de original Wave Runner, die ook vaak gerestopt wordt, haalt niet eens de 500 euro. Dus het is nog steeds een dead sneaker dat je moet zeggen van ik vind die sneaker dope. Because je moet blij zijn if you get lunch money 5-6 maanden later. En nu? Nee man, dan zou ik het gewoon terugsturen. What I don't think anybody would do. Want als ik die boost van de 350 al moet aankaarten, dan denk ik dat de boost bij de 700 ook even soft is. Dus if you got the sneaker en je bent toch wel aan het twijfelen, wear it. And you figure out van, woejo, hij zit wel lekker hoor. Hij zit wel lekker. Let's forget the lunch money flippage van wel of niet. And just enjoy the sneaker. Want het is nog steeds een dope sneaker. Van de Washed Orange 700 Boost gaan we verder met de Air Max 1 Pata Waves, die dus verleden week op de sneaker app was uitgekomen. We hadden het al 2 weken geleden, hadden ze het al bij de Pata site zelf, dus in-store en online hadden ze de release. En als jullie mijn filmpje van verleden week hebben gezien, weet je dat Pata in de winkel maar 400 paar had. En er was een rij van mensen daar. There were a lot more than 400 people there. Veel mensen hebben hun sneakers toch niet kunnen aanschaffen in-store. En online was het ook wel beperkt. De sneaker app en bepaalde tier 0 sites hadden het online afgelopen week. En je boy heeft gewoon weer een dikke L gekregen. Ik weet niet of ik dus de resale verleden week al heb gedaan. Dus let's just do it again. Want die retail van de sneaker was goed, dus gewoon een 150 eurotjes. Als we de resale gaan checken van de sneaker. Er is dus de special box met de sneaker. En je hebt de normal box met de sneaker. Van deze Air Max 1 Pata Waves. En als we gaan kijken naar de normal box prijs van dus de resale, dan zit je tussen de 260 en de 300 euro. Dus je hebt wel een flip. Het is niet een ridiculous flip van een sneaker van 600-700 euro. But there still is a flip bij deze sneaker. En als je gaat kijken naar de resale van de one with the box, dan zit je net ietsjes meer tussen de 280 en de 320 euro ongeveer. Dus de flip voor de hype dat we hebben gezien, dat mensen in de rij aan het wachten waren, veel mensen hebben paren niet kunnen krijgen, zou je denken dat de resale, omdat ook nog de aantal laag was van deze sneakers, zou je denken dat de resale toch wel gaat opkrikken. En ik denk ook nog dat deze resale gaat opkrikken van deze Air Max 1 Pata. Want het is toch wel een dope movement dat dus Pata met deze sneaker aan het doen is. And a lot of people are liking the movement met dus de Waves en de Air Max 1. Dus ik denk wel dus dat de prijs een beetje gaat opkrikken. Maar de vraag is dus wanneer. Als ik het op een standaard manier moet gaan uitleggen, dan zou ik zeggen, wait 5, 6, 7 months en dan gaat die prijs opkrikken. People are gonna start wearing the sneakers, dan zijn er minder in omloop, dan worden ze nog meer gehyped en dan gaat die prijs gewoon omhoog. Ik zou, if you still trying to get the sneaker now, get it also now. Kijken of je een goede deal kan krijgen bij iemand of dat je het echt gewoon van de site moet gaan halen. Want nu zijn de prijzen naar mijn idee, kijk, onder de 300 euro voor zo'n Air Max 1 is nog steeds best redelijk. Op het moment dat het voor boven de 400-500 euro gaat, dan zit je echt in een dikke resale. En nog het feit
dat die twee kleuren die ik verleden week, of was verleden week, ja, die ik verleden week had aangekaart, dat toch eventueel nog uit kunnen komen. Als het goed is, is die blauwe al bijna officieel dat die moet uitkomen. En dus de wine of de maroon wine red versie van de sneaker is ook groot kans dat die uit gaat komen. Dus die hype die gaat blijven. En once those other two colorways come out, dan gaat de original colorway, de OG colorway, die gaat dan ook nog makkelijker opkrikken in de prijs, in de resale prijs. We hebben sowieso een dikke L gekregen bij deze Pata Waves. Had ik wel in hand willen hebben, want like I said before, het is een dope sneaker. Maar er komen eventueel nog twee andere kleuren uit. Dus we need to hawk for those if we did not get the OG colorway. Maar het was een dope sneaker. De flip is not that high at the moment, maar ik denk wel dat de flip hoger gaat worden. Maar dus dat, mensen. Dat was dus de weekly wind-up van week 42 en natuurlijk de recap van week 41. En ik hoop dat jullie ook even enthousiast zijn, net als ik, van al die glow sneakers die in deze tijd uit moeten komen. Cause glow season is in full effect. Laat staan volgende week en laat staan op Halloween. I mean, ik denk niet tegenwoordig, if you do not have a glow sneaker on Halloween, then jij weet niet wat Halloween is. For all you sneaker lovers like that, it's only personal opinion. If you don't have a glow sneaker on Halloween, there's nothing wrong with that. Maar het zou dope zijn if everybody had a glow sneaker for Halloween. I mean, it would shine the whole night. Is in glow. Jawel. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten. En vooral over de glow season die nu gaande is. En je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen. Want YouTube doesn't really care if you're subscribed or not. Het doet niet echt veel met algoritme volgens hun. Maar de notification bell. Als jullie die aanklikken, dan krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuw filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Elke keer weer. Let's keep this culture going. Jullie weten zelf. Let's get it.